Hey Kees, is dit nou een andere soort grond of zijn hier brandjes geweest? Nee, dit is niet van brand. Waarschijnlijk niet. Dit is gewoon een oude grondlaag die hier gezeten heeft en die blootgestoven is. En dat zie je ook wel. Kijk, dit heeft gewoon een hele andere kleur. Ja. En dat is een soort oude teelaardelaag die hier zit. Maar door al dat verstuiven, stuift het bloot en dan overstuift het weer. En dan komen allerlei andere lagen, die komen weer bloot te liggen. En dat kun je hier echt heel goed zien. Ja. En dat is ook heel hard, hè? Heel hard? Ja. En... Maar sowieso, hè? Want we lopen hier niet heel erg door dat mullen. Nee. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker, ik denk dat er vrij veel leem in zit in het zand. En dan, als daar dan water bij komt, dan krijg je natuurlijk een hele harde bodem eigenlijk. En dan... Ja. En er blijft hier ook water staan, dat kun je ook wel zien. Zie je daar? Ja, die donkere plek, daar en daar blijft ook water staan. En nou, dat betekent dat er een ondoorlatende bodem in zit. En dat keileem, wat er dan in dat zand zit, dat zorgt ervoor dat die bodem zo ondoorlatend wordt. En als dat maar jaren lang genoeg achter elkaar vol blijft staan met water, dan krijg je vanzelf die donkere laag erin. Ja. Ik wil zeggen, dan heb je hier straks een plas, maar dat nog. Kunnen we in de winter op schaatsen. Ja.